gezegd, je trouwt in voor- en tegenspoed. Ik heb meer tegenspoed gehad dan voorspoed. En dat is het toen. Je moet het zelf moet je er doorheen gaan en laten zien. Kijk, het kan wel. Het kan wel. Rond de onafhankelijkheid van Suriname 1975 migreren ongeveer 100.000 Surinamers naar Nederland. Carlo Zegiel is een van de weinige Surinamers die al in de jaren 50 de oversteek wagen. Hij ontvlucht Suriname in de hoop op een beter leven en ontmoet in Amsterdam zijn vrouw Leni. Dus op een gegeven moment zei ik van, weet je wat, deze jongen gaat weg, dan bekijken jullie het maar. En ik heb een tas gepakt, een paar kleding in gedaan, grote zwarte hoed had hij, opgedaan, in de boot gestapt, Paramaribo Amsterdam. En dat nog als verzekering. Nou, toen kwam ik mijn eerste baas aan de wijk van Kolm terecht. En daarachter de lopende band. En daar heb ik hem dan leren kennen. Eigenlijk door een... wat hadden jullie? Een weddenschap. Kijken wie met me uit mocht. En zodoende ben ik blijven hangen aan hem. Dus, zodoende ze verliefd op me hoor. Dus, nee, jullie dachten allemaal, ik was vroeger heel Italiaans. Ze dachten allemaal dat ik Italiaans of Spaans was. En daar ging het eigenlijk om. Ik vond alles leuk aan haar. En ook omdat ze zo kort was. Ja. En dan als je dan uitvouwt. Ja, dan moest ik thuis een smoesje verzinnen. En dan ging je weg. En dan werd mijn zuster achter me aangestuurd tot de pont. Ja, totdat iemand ons eigenlijk gezien had. En toen kwamen ze erachter. Nou ja, toen ging mijn moeder natuurlijk verschrikkelijk tekeer. En mijn vader zei van, luister, ik werk met ze. Ik weet hoe ze zijn. En weet in godsnaam wel wat je doet. Maar toen we eenmaal getrouwd waren... Moest je geen verkeerd woord over mij zeggen bij haar. Niet één verkeerd woord, anders brak de hel los. Hoe zou ik zeggen, de ideale schoonzoon in haar oog. Maar ja, je kreeg met werk ook een hoop tegenwerking. Ja, weet je wel waar je mee begint en wat je doet. Nou ja, dat er vrouwen versierden zijn en dat ze niet deugen. En heel andere mentaliteit. En... met eten. Nou, met eten, het was ook wel zo. Want meneer wou beslist geen aardappelen eten. En ik moest altijd maar rijst of bami. En die dingen allemaal. Je moest eigenlijk elke twee verschillende potten koken. Ja, maar daar ben je mee grootgebracht, hè? Daar ben je mee grootgebracht. Maar ja, maar ik zeg al, je woont hier ook. Jij blijft ook bij je aardappelen. Dus, Nou, nee, ik heb er niet zoveel moeite mee om wat anders. Maar... ja, het enige is, en het weet iedereen, van rijst word je dik. Je wordt er dik van, ja. Maar ik vind, je kan toch gewoon ook als een keer een aardappel eten of wat anders. Ja, maar hoe? Op een moment heb ik gevraagd van als ik 30 word, zullen we dan gaan trouwen? Ja, toen was ik 21. Toen was ik 21, nee, 8 jaar zeven. Was je 22 zo'n beetje. Bijna mijn bedrijfsleider en mijn chef waren op onze huwelijk. Iedereen was zo'n beetje bij. Dus zo populair als deze jongen. Dus. Jezus, mina. Maar ja goed, dat was een leuke dag geweest. En er waren grote figuren bij. Mijn getuige was een café-eigenaar. Nou, de mensen gingen je een beetje ontwijken. Weet je, de mensen die je allemaal kon en vrienden en vriendinnen. Niemand zag je eigenlijk meer. Dat ze me nariepen met je bastaard kinderen. En dat je dan moest hollen. Ik vind het toch in Suriname leuker. Vind je het leuker? Waarom vind je het leuker? Nou, omdat ze steeds juist gelden. Wat zeggen ze dan? Bruine pinda. En wat zeg jij dan terug? Niks. Zeg je niks terug? Nee, dan loop ik gewoon door, dan trek ik er niks van aan. En heb je in het begin je wel aangetrokken? Nee, trek er nooit wat van aan, dan loop ik gewoon door. Ja? Nee, maar dan moet je zeggen, schelden doet geen pijn. Al die mensen die grote woord hebben gehad over onze huwelijk, driekwart is gescheiden of een gedeelte is dood.
Maar wij zijn er nog. Ja,